Hello, Adrian from Public Peace here. We have today a guest from Netherlands, Bas Hermes. Je hebt door ons twee basgitaren laten bouwen. Wat is zo bijzonder aan deze instrumenten? Er zijn een aantal dingen bijzonder aan deze basgitaren. Dat is een fretloze en deze is gefret. Verder zijn ze vrijwel precies hetzelfde. Ze hebben een medium scale, dus 32 inch in plaats van 34. Ja, ik vind dat gewoon lekkerder spelen. Ik ben van huis uit eigenlijk gitarist. En dan kan ik wel een beter de weg op vinden. En de elektronica is bijzonder. Want hij heeft relatief weinig knoppen, maar hij heeft twee volumeknoppen voor de pickups. Een parametrische mid, dus de frequentie en de hoeveelheid die je boost of cut. En een normale passieve toon, waarmee je zo passief of actief schakelt. En normaal gesproken zit op een actieve basgitaar vooral de bass en de treble knoppen. En die gebruikte ik nooit. En met zo'n parametrische mid kan je precies de juiste klankkleur instellen, vind ik. En dan, voor mij geeft dat een heerlijk basgeluid. Beiden zijn in lekker 50s of 60s kleuren, ligt er aan van een beetje crème kleuren. Die surf green-achtig. Beiden voorzien van een mint pickguard. De gefretten heeft een rosewood fingerboard met blokinlays. En de fretloze heeft een van lijnen voorziene ebony fretboard. En dat is voor, wat mij betreft, voor beiden de ideale combinatie. Zullen we ze gebruiken om een stukje op te jammen? Ja, yeah, oké. Okay. Yo, bedankt Bart. Bedankt Adrien.